Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja, met jou ook? Voor mij is het goed, jongen. Ja? Niet gespannen, niet dat je denkt van, godverdomme. Nee. Iedereen wil maar zo graag een complex aan praten, geloof. Ja, zo van, die beenhakker kan het niet aan. Heb je het groep niet onder controle? Ja, en die dingen, dat soort geleuter. Wat vind je? Ja, je mot wat, hè. Wat vind je daar nou allemaal? Vind je dat wat of vind je dat niks? Ja, ik vind het niks eigenlijk. Maar... Helemaal niks. Word je dan een beetje agressief ik van? Ik niet. Nee hoor. Of je denkt van, leuter maar raak. Dat is het eigenlijk. Ja? Lul maar aan eigenlijk. Ja? Dat is eigenlijk het thema. Hoofdthema van deze dagen. Ja? Ja. Zien we elkaar nog van de week of niet? Zeker. Ik verheug me erop. Okay. Heel gezellig. Oké. Okay. Ja. Ik kan je niet eens volgen wat je Ik ben 25 wat jaar... Wat zit je nou te vertellen over Heintje Davids nou? Die kan ik niet eens volgen. Ja, dat komt wat zeg je daar nou? Als ik jou aankijk... Als Heintje Davids, herhaal die zin nou eens een keer voor mij. Als... Voordat ik het moment kom dat ik als Heintje Davids afscheid ga nemen, ik zal je het zo nog wat duidelijker zeggen. Graag. Maar toch raak ik met jou praat, heb ik altijd een beetje visioen over Heintje Davids en zo. En Miri Servaas, gek is dat toch? Ja, Miri ook een beetje, gek is dat. Wat altijd aan Miri denk ik jou zien. Miri, zangeres zonder naam? Miri, hadden we het over. Nee, het is werkelijk soms onafvolgbaar dit hoor. Ja. Weet je, je loopt zo te sidesteppen dat ik zwik ongeveer door mijn enkels gewoon. Ja. Ja, luister nou eens even naar me. Dat is ook iets. Johan heeft een onsterfelijk image opgebouwd met onbegrijpelijk zijn. Nou, ik denk, misschien moet ik in die zin wel mijn image een beetje veranderen. En ook een beetje dingen gaan zeggen die niemand begrijpt. Misschien is dat het. En dat probeer ik nu een beetje uit op jou. Eigenlijk zit ik hier een try-out te maken. Ja, ik bedoel, ik zit toch 10 uur vliegen van een hond, kan mij uitschelen. Wat zit je nou te zeiken? Je zit vreselijk door te zeiken over iets wat helemaal niet waard is om door te zeiken. Ik zeg, ik heb nog een paar jaar te gaan. Ik heb het naar mijn zin. Ik ga nog lekker een paar jaar door. En ik zeg je ook tegen je op een gegeven moment dat ik eindig bij een Nederlandse club. En op het veld althans, want daarna is er nog veel meer hoor. En dat gebeurt dan. En let nou maar op. En dan... Zal er best nog een moment zijn dat jij je lange neus ziet trekken en ik ook. De laatste trek ik toch. Als je het over jou hebt, hè, in Nederland, dan kom je altijd gelijk in een discussie terecht met mensen waarin je dan een soort keuze moet maken tussen Cruijff of Beenhakker. Ja. Ja. Hoe komt dat nou? Dat weet ik niet, dat moet je aan die mensen vragen. Je moet altijd partij kiezen. Dan moet je zeggen van of je bent voor Cruijff of je bent voor Beenhakker. Ik heb dat nooit begrepen. Nou, en ik vind het altijd een beetje lastig kiezen, want het is dan zeg maar, dan moet je dus kiezen tussen de Rolling Stones of de Beatles. Ja, dat klopt. Nou, wie zijn de Beatles eigenlijk dan? Wie ben jij dan? Als je tussen die twee moet kiezen, ben jij dan de Beatles of ben jij de Stones? Ik wil maar een beetje Stones zijn. Ben jij de Stones? Voel ik me wat meer mee verbonden. Jij bent meer de Stones? Lekker, een beetje, af en toe een beetje. Daar is allemaal saai. Ja, zo. De Stones. Dat ben jij. Dus is Johan zou dan de Beatles zijn? Johan is de Beatles. Godverdomme, Saragossa. Fantastisch. Dat was mijn eerste wedstrijd. Want ik sprak nog Spaans als een halve zolder, weet je wel. Zoals gewoonlijk komt hij op de meest onmogelijke tijden binnen gewoon. Maar wat zie je eruit? Ja, dat is inderdaad. Daar word je tegenwoordig voor opgepakt als je er nou uitziet. Dan kan je niet meer over straat. Dat kan niet. Dat is mijn eerste thuiswedstrijd. Ja? Modesto! 4 minuten, prima! Nog 4 minuten aan het werk, ja, 4 minuten van aan de bak. Echt een senior moesten zeggen. Dat zag er goed uit vroeger. Tjonge, jongens, ik kan je. Andersom, dat doen we zo. Noem we zo. Kijk, ja, daar hebben we op straat gezeten. Juist! We hebben Willy Alberti ook in de zaal, hè? Alberti ook in de zaal? Kom Jan. Ja. Ik heb een plan hoor. Willy, momenten zijn even bezig. Had niks gedronken. Nee. Volkomen nuchter. Heel netjes. Was verkeerd gevallen, maar heb niet veel gedronken. Tot slot, Leo, heb ik nog een klein afscheidswoordje voor je. Ja, let nou even goed op hoor. Let nou even goed op. In je nieuwe taal, hè? Oh. Ja, dat heb ik hier ontzettend voorbereid thuis. Al nombre de todos los superteros de Ajax y los telespectadores de fútbol 80, te deseamos mucho éxito con tu nuevo club Zaragoza. Ongelooflijk. Als hij zo dans is dat hij Spaans lult, is het goed met hem. De koud is de vergaderzaal geworden. Pak aan. Pak aan. Stropdasje voor.
Koffertje mee? Koffertje mee. Telefoontje in de hand natuurlijk. Sigaretten zijn sigaartjes geworden. En platforms en denktanken. Zit je daarin? Hoe zit jij met je denktank? Til je ook over het weekend heen? Maar blijf jij wakker tijdens zo'n vergadering? Soms als het niet echt raakvlak... Hoor even, luister nou. Als het niet echt een raakvlak heeft met voetballen, dan zit ik wel eens wat onder druk te geven. Met alle herstructureringen. Weer zo'n woord. Nee. Nou, je pikt het jargon toch wel aardig op, vind ik. Heb je het in de gaten? Ja. Kijk, daar gaan we. Leo, schiet nou op! Die moeten we scheppen! Schiet nou op met dat leefje! Kom op nou, man! Kom nou! Sta nou niet te muren! Kijk even, hè! Huppakee! Juist! Ai, ai, ai! De pet! Dat is van de zenuw allemaal. Gewoon puur opwinden. Ik mag hem nu afhalen, begrijp je? Jij mag hem deze er ook afhalen.